Hoi, leuk dat je meekijkt. Ik ben al meteen even naar de kerstballen gelopen. Er is veel keus qua kleur, heel veel variatie. Er zijn klassieke kleuren, maar ook wel moderne kleurtjes, nieuwe kleuren. Even kijken naar de iets meer bijzondere ballen. Allerlei hartjes. Wel hele mooie bewerkte ballen. Veel glas ook. Kerstmannetje. Ja, dit is echt doorzichtig met witte bewerkingen. Is ook wel mooi. Probeer overal even tussen te spieken. Water drop glassball. Een beetje in de vorm van een druppel. Hier zijn een heleboel kleine balletjes. Nou, dan heb je er een heleboel. Oh, dat is een slinger met balletjes. Dit zijn weer hele andere kleuren. Ja, dat is wel echt glas. Hier hangen wat houten hangers. En engeltjes. Die vind ik ook wel geinig. Nou, hier hangt nog maar eentje. Ja, dit is ook leuk. Dit is gewoon een wolfje. Ik heb ook wel veel dieren in de kerstboom, dus ik vind het wel leuk. En dit is echt metaal. Ik zie ook heel veel van deze notenkraken. Wat is dit? Nou, een beetje een winterthema. Het is ook in een andere kleur. Verder lijkt het wel hetzelfde. Wat is dit voor leuks? Oh, daar zit hout in. Met een ledlampje. Oh, een kerstmuts. Is dit om neer te zetten? Nee. Is echt wel om op te hangen. Verschillende kleurtjes. Oh, ik zie hier nog een witte. Een grote ster. Goud en zilver. Ja, dit is allemaal lint. Voor cadeaus om ze in te pakken. Een placemat. Oh, dat is ook wel gewoon hard. Ik had ze flexibel verwacht.
is ook leuk. Tafelkleedjes. Ja, hier zit ook wat glitter op. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. Dit is een tafelloper. Ja, dit is zo'n cadeauzak. Even kijken, hier staan ze allemaal op. Even kijken. Ja, deze zijn er dus allemaal. Cadeautasjes en doosjes. Dit is ook allemaal leeg. Het is ook allemaal voor cadeaus om in te doen. Nee. Komt hier muziek uit? Dat wil ik even proberen. Een heleboel tafelkleden. En dit is wel mooi. Dit is fluweelachtig. Velvet. Zijn echt dik. En ook in het zwart en rood en beige. Bakvorm. Kerstuitsteekvormpjes. Oh, dat is dit niet. Oh, dat is een voorraadblik. Natuurlijk. Glazen. Veel kunststof. Sloffen. En sokken. Wat is dit? Party glasses. Zo'n bril. Lekkere muts. Mooie foute kerstmuts. Oh, dit is zo'n dansende kerstmuts. Dan gaat het bovenste puntje gaat dan heen en weer. Volgens mij hadden ze deze vorig jaar ook al. Oorbellen. Hier liggen een heleboel foute kersttruien. Dit is voor kinderen. Dit is voor volwassenen. Toch ook nog wel wat keuze. Allemaal mooie kaarsen. Of kaarsenhouders, moet ik eigenlijk zeggen.
Het is wel echt mooi met dat hout. Ja, en dit is een lichtjesboom. Met metalen voet. Voor binnen en buiten, lijkt mij. 1995. Kerstboomrok. Dat is dat. Ik dacht het is een lampenkap, maar dat is niet zo. Kerstmannen in overvloed. Zit dit vast? Ja. Dit zijn wel geinige poppetjes. Ik heb ze in het klein, maar ze zijn wel echt ook in het heel erg groot. Kerstboom natuurlijk. En een heleboel licht. Hier zijn ze weer. Beetje anders. Adventskalenders. Ik zie heel veel van die glazen, beetje grote decoratieballen. En hier zit dan ook iets in. Lijkt wel houtsnippers. Ik dacht, er zit een kaarsje in of zo. Maar... Wat is dit? Oh, het ziet er ook wel mooi uit. Nog een mooie kalender. Superleuke tafereeltjes allemaal. Hier heb je weer van die bollen. Dit lijkt al een soort kerststukje. Sleutelhanger. Een heleboel decoratie voor bijvoorbeeld kerstdorpen om te maken. Ze hebben alweer een heleboel huisjes. Ja, ze hebben bewegende dingen en ook niet bewegende dingen. Dus voor elk wat wils. Koop je er dan gewoon zo even bij. Geinig voor weinig.
Deze trein heb ik ook. Hier liggen nog wat restjes feestartikelen. Er is al heel veel van verkocht, zie ik. Wel geinig, zo'n haarbandje. Oh, wacht, ik had hem niet goed. Zo moet hij. Ja, zo is hij ook veel leuk. Dit was het alweer, mijn kerstshoplog van de Action. Ik heb eigenlijk alleen de Max & More adventskalender gekocht. Die is niet in deze video, maar die laat ik binnenkort in een andere video zien. Dus als je het leuk vindt, kun je abonneren op mijn kanaal. En dan blijf je op de hoogte. Fijne dagen allemaal. Doei!